Wat een prachtige opkomst ter ere van de uitgave van Selma Leidesdorf's nieuwste boek, Oral History, de mensen en hun verhalen. Ik ben Nancy Adler van het NIOD en ik ben ook hoogleraar Memory, History and Transitional Justice aan de UvA. En Selma heeft mij de privilege gegeven om Master of Ceremonies te zijn vanavond, wegens onze jarenlang gezamenlijk geschiedenis rondom de oral history. We hebben ook gezamenlijk geredigeerde boeken gedaan. En ook gezamenlijk zitten we in de redactie van de Memory and Narrative Series. We hebben een volle programma vanavond. Dus ik wilde eigenlijk de sprekers, u vertellen wat het programma is en de sprekers introduceren. En dan laat ik ze gewoon beginnen. Er wordt vanavond een welkomstwoord gegeven van uitgever Mai Spijkers. Waarna komt een introductie van Selma Leidesdorf. Ja, uiteraard heeft Selma geen introductie nodig van mij, maar toch. Ze is historica, emeritus hoogleraar aan de UvA, internationaal bekend als prominent onderzoekster en theorievormer. En dat is echt te zien in dit prachtige boek die de jaren ervaring dat Selma heeft in de oral history mooi in beeld brengt. Ze heeft haar boek over Srebrenica is vertaald in het Engels, in het Arabisch geloof ik en nog meer. Ook een van haar laatste boeken over Sasha Picherski was gebaseerd op interviews in Rusland en eigenlijk door de hele wereld, door overlevenden van Sobibor of mensen die verhalen konden vertellen daarover. Vanavond wordt de eerste exemplaar aangereikt aan James Kennedy, hoogleraar moderne geschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en universiteitshoogleraar met een speciale opdracht rond community engaged learning. Tussen 2015 en 2020 was hij decaan van de University College Utrecht. En hij was tevens voorzitter van de commissie die onlangs de vernieuwde kanon van Nederland presenteerde over iconen van de Nederlandse geschiedenis. James Kennedy zal het boek ontvangen en een korte beschouwing geven. En vervolgens zal Selma's mede-auteurs ook een exemplaar ontvangen. De mede-auteurs zijn vanavond hier onder ons. Arjan Hessen van Universiteit Twente, Dienke Hondius van de Vrije Universiteit en Friede Stijlen van KITLV. Daarna zullen Suzanne Lejeune en Carwan Fatah Black in gesprek gaan over verschillende onderwerpen rondom de oral history. Suzanne is historicus en sinds 2008 hoogleraar politieke geschiedenis van de Vrije Universiteit. Haar onderzoekspraktijk kent een internationaal vergelijkende benadering van geschiedenis van koloniale en postkoloniale natievorming, burgerschap en cultuur. Ze is ook bezig met de cultuurgeschiedenis van migratie, musea, erfgoedstudies, geschiedwetenschap en ontwikkelingssamenwerking. En Carwan is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Hij is expert op het gebied van de vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Recent werkte hij aan de wereldgeschiedenis van Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij. Hij is natuurlijk al door jullie bekend, regelmatig in de media, om de actualiteit rondom het koloniale verleden van Nederland te duiden. Dat is dus tegen het eind van de avond zullen wij in gesprek gaan. En ik hoop daarna dat er ook wat tijd is voor een paar vragen van het publiek. Voor nu wil ik Selma feliciteren op dit prachtige boek. We gaan de hele avond aan besteden. En ik wil jou de microfoon geven. Nee. Sorry. Ja. Dat zou ik misgaan. Ja, nee, ja. Mai Spijkers, ja. Mijn excuses. Ja. Mai Spijkers en dan komt Selma. Ja, dankjewel dat ik hier de gelegenheid krijg ook kort iets te zeggen. En de loftrompet te steken van onze auteur. Selma Leidesdorf is een
wat mij betreft bijzondere historicus, historica. Ik weet niet wat je tegenwoordig mag zeggen. En ik geloof dat ik iets meer recht van spreken heb misschien dan de gemiddelde toeschouwer hier. Want wij zijn alle twee, ik ben ook opgeleid als tot historicus. Ik ben het niet geworden, maar ik heb wel de studie afgemaakt. En mijn inspirator en hoogleraar was dezelfde als die van Selma, Arthur Mietzman. Die is onlangs overleden. Het is eigenlijk wel opvallend dat er eigenlijk zo weinig aandacht aan besteed is. Hij heeft, Nederland heeft tegenwoordig in alle kranten obituaries, dat er een soort de overlijdensberichten. En wat mij betreft zou het toch mooi zijn als er ook van Arthur een zoiets zou verschijnen. Omdat hij toch naar mijn gevoel de meer creatieve studenten aantrok, de meer creatieve historici die ook een beetje, het was een beetje een zeg maar de strijd tussen Maarten Brands en Arthur Mietzman, tenminste was je dat als student ervaarde. En ik, in de jaren 70 was toch het klimaat hier redelijk kil op de universiteit en bij Mietzman vond je toch een beetje het warme academische gevoel van in een groep samen wetenschap bedrijven, met elkaar dingen doen. Dat trok ook een bepaald type historicus aan. En ik zag ik wist het eigenlijk niet, maar je hebt ons gevraagd of wij nog eens naar jouw proefschrift kunnen kijken of dat herdrukt kan worden in deze tijd met het monument. En toen zag ik dat jouw promotor Arthur Mietzman was. En toen vielen toch een paar dingen mij, die begreep ik wat beter. Omdat Selma is natuurlijk iemand die zoals hier zit, wat jullie misschien niet weten, maar zij is een van de oprichters van Dolomina. En Dolomina was eigenlijk zeg maar de moderne suffragettenbeweging. Die vrouwen die echt, die ook heel activistisch waren. Ik las laatst in een biografie van Churchill dat die vrouwen die gingen echt het podium op als hij ergens een toespraak kwam maken. Die sloegen hem echt helemaal verrot. En dat ging er bijzonder heftig aan toe. En die gewelddadigheid nou Selma zit, maar wel dat soort activisme om ook je punt te maken en ook die emotie te verwerken in het werk wat je doet. En dat vind ik eigenlijk wat in je hele oeuvre plaatsvindt. En daarom ook niet zo vreemd dat je met die oral history bent begonnen. Ja, wat ik snap zelf niet persoonlijk niet goed waarom dat niet gewoon mondelinge geschiedenis heet. Want ik denk dat oral history in het Engels ook een beetje aparte term is. Orale geschiedenis, kan me van voorstellen. Ik denk, laten we dat maar niet doen. Maar die mondelinge geschiedenis, dat heeft ook te maken met de mens aan het woord laten. Zeg maar. Dus echt, de geschiedenis vermenselijken. En daarmee ben jij toch een van die historici wat mij betreft die het verschil gemaakt hebben in de Nederlandse, onder de Nederlandse historici. Dus ik ben er heel erg trots op dat we je uit kunnen geven. En je zit hier wel met een stok. Je bent al boven de 70, maar je hebt nog de jeugdige energie van in het werk wat je doet en de manier waarop je werk bezig bent. Dus ik hoop dat we nog veel van jou mogen verwachten, Selma. Maar ik wens je in ieder geval deze avond veel succes en hartelijk gefeliciteerd met je boek. Dankjewel. Dankjewel, Mari. Oud-studiegenoot, voor je aardige woorden. En Arthur Mietzman is heel bepalend voor mijn denken over geschiedenis, psychohistory. Voordat ik ga praten over mijn boek, dat door uitgeverij Prometheus erg mooi is uitgegeven, een compliment, ga ik u een klein verhaal vertellen. Het is 1973 en ik word geacht geschiedenisonderwijs te geven in de lagere klasse van een type onderwijs vergelijkbaar met het VMBO nu in de Osdorpen scholengemeenschap. En die scholengemeenschap staat in een wijk waar de binnenstad nog niet zo lang geleden in is gelegd, Osdorp. Het voorgeschreven onderwijs gaat over thema's waar de kinderen helemaal niets mee hebben. Hoewel het leuk is om bij de behandeling van de middeleeuwen riddertoernooien op de binnenplaats uit te voeren, toch besluit ik over te gaan op iets wat wij nu postkoloniale geschiedenis zouden noemen. 1973. Ik hoopte dat het hen interesseren zou. Wekenlang onderwijs ik en vertel ik over slavernij. Ik bewerk stukken van Anton de Kom. We praten over het verhaal van Saïdja en Adinda in de Max Havelaar. Daarmee probeer ik iets uit te leggen over wat kolonialisme is.
Ik produceerde volgens de toen allermodernste onderwijsvisie de zogenaamde inleefteksten. Er was een pater Giele, die had dat bedacht. Kinderen moesten zich kunnen inleven in een tekst. En ik moest van de school later ook naar een seminar in een klooster. Echt iets voor mij om daar beter in opgeleid te worden. Ik leerde dat verschillende groepen in onze samenleving aangesproken worden door verschillende geschiedenissen. De geschiedschrijving die ik aan de universiteit leerde was een andere dan die ik voorstond en die ik nu voorsta. Later, veel later, sloot ik me aan bij de History Workshop, een Britse groep progressieve historici die onder leiding van Raphael Samuel pleitte voor een andere geschiedenis van vrouwen, arbeiders en migranten. Nog niet overras. Het was een netwerk van wie wat anders wilde. Mijn houding tegenover geschiedschrijving veranderde door de invloed van de History Workshop. Ik vond de officiële geschiedschrijving steriel en ik zocht een andere weg. En zo belandde ik inderdaad bij Arthur. De stap naar oral history en psychohistory was voor mij vanzelfsprekend. En het boek dat nu wordt gepresenteerd ademt dat uit. Maar laten we wel zijn, het officiële curriculum veranderde maar weinig. Een klein beetje vrouwengeschiedenis, dat mocht. Het werd eindexamenthema, maar de nadruk moet zijn op een beetje. En naarmate oral history bekender werd, mocht het ook een beetje. Niet in het curriculum, maar onvermijdelijk in dissertaties. Op den duur werd het duidelijk dat het gemor van de oude garde een achterhoede gevecht was. Oral history is een bloeiende praktijk. Nederland is het buitenland gevolgd. En ik probeerde wat ik in Amerika leerde te vertalen naar de geschiedschrijving hier. Ik gaf onderwijs, ik deed projecten, soms ook samen met studenten. Ik schreef het eerste oral history proefschrift over het Joodse proletariaat. En ik deed met studenten onderzoek naar de herinnering aan de watersnood van 1953, de Zeeuwse watersnood. En het was heel erg leuk om met studenten daaraan te werken. Ze kwamen een wereld tegen die ze niet verwacht hadden, die hen onbekend was. En ik had er vreselijk veel plezier, niet in het schrijven van het boek overigens. Ik zag met blijdschap hoe het vak groeide. Maar ik was me ook bewust dat de explosie van het interviewen nieuwe problemen met zich meebracht. Niet alles kan bewaard worden. Sommige getuigenissen mogen niet verloren gaan. Maar je kunt niet alles wat iedereen vertelt bewaren. De academische oral history grenst aan de meer diepgaande onderzoeksjournalistiek. Dus waar trek je grenzen? Samen vormen oral history en onderzoeksjournalistiek een immaterieel cultureel erfgoed. Het gaat om collecties die met grote moeite en grote inspanning zijn verzameld. Om daar orde in te brengen, hebben we beleid nodig en financiering. Beide zijn tot nu toe niet gelukt. Ik pleit voor een beleid, voor richtlijnen, om te beslissen wat we wel en wat we niet bewaren. En voor het omzetten van een systeem van archieven maken, net zoals dat in de 19e eeuw met geschreven stukken is gebeurd. Een systeem dat de groeiende verzameling oral history interviews toegankelijk en doorzoekbaar maakt voor nieuwe generaties onderzoekers. In dat geval zullen nieuwe verhalen naar boven komen. En we zullen meer te weten komen over hoe herinnering werkt. En hoe herinnering werkt, dat is ook een kant van oral history. En dat vind ik zelf het leukste deel van het vak dat ik bedrijf. Studie veranderen, van veranderende herinnering is wat ik het liefste doe. Het gaat om verhalen die onhoorbaar bleven in de oude, grotendeels neonationalistische kanon. Het is mij daarom een eer het eerste exemplaar van dit boek te overhandigen aan James Kennedy. Zijn commissie, die de nieuwe kanon ontwierp, opende de weg waarop we verder kunnen en moeten gaan. Dat is nu aan het gebeuren met de geschiedenis van het Nederlands kolonialisme en met het slavernijverleden. En het is opnieuw aan het gebeuren met de geschiedenis van vrouwen. De ruimte wordt groter en moet ook groter worden. Ook voor onderwijzers en leraren. Ik ben er enorm blij mee. Nadat ik James zometeen het boek heb overhandigd, wil ik toch nog even
veel mensen bedanken, maar die staan dan in het boek. En de mensen die meewerkten aan de avond, dankjewel Spaan 25. Ik dank vooral Arjan van Hesse, Dienke Hondius en Frieder Steijlen die een bijdrage schreven. Arjan van Hesse schreef over de problemen rond digitalisering. En mijn hemel, wat zijn er veel e-mails heen en weer gegaan. Want soms begreep ik hem niet. Dienke over wat ik voor het gemak Black Oral History noem. En daar wreekte onze gezamenlijke grote betrokkenheid. En Frieders over hoe oral history bestaande geschiedenissen kan corrigeren. Bij hem gaat het om de motie van Heemskerk. Een motie die niet blijkt te hebben bestaan. Nadat ik het eerste boek aan James overhandig, ontvangen zij natuurlijk exemplaren. Onder dankzegging en met de verzekering dat hun bijdragen voor mij essentieel waren. Alsjeblieft, James, ik geef je zo het boek. Jullie zijn moedig geweest, dissident. En wie weet dragen jullie bij aan een doorgaande herziening van de geschiedschrijving en het geschiedenisonderwijs. Zodat docenten in de toekomst niet langer kinderen uit andere culturen of van een andere afkomst zo eenzijdig hoeven te onderwijzen. Nu ga ik dat boek over. Oh, nu valt er iets heel erg. Wacht even. Ja, is weer goed. James, ik ga je het boek overhandigen. Alsjeblieft. Oh, geen zoenen. Nee, geen handschoenen. Sorry, een seconde. Geen probleem. Dank je wel, Selma. En dank je ook wel voor de kans om dit vooraf te mogen lezen in drukproefvorm. Ik heb er ook wel van genoten. En ik heb ook wel gezien in bepaalde opzichten hoe belangrijk oral history is op manieren die ik zelf niet volledig had beseft. Wat ik eigenlijk vooral ook de ruimte, wat ik zag in het boek, is denk ik met name ook jouw eigen persoonlijke en soms ook kritische beschouwing over oral history, die buitengewoon stimulerend zijn. Ik heb ook genoteerd ook het belang die jij geeft, een pleidooi, een vurig en gearticuleerde pleidooi voor hoe je ook oral history een plaats zou kunnen geven in het vastleggen van de herinnering van Nederland en de geschiedenis van Nederland en dat er een systematiek in moet komen. Dat zijn allemaal aspecten die ik ook wel met veel belangstelling heb gevolgd. Echter, ik wil eigenlijk vooral concentreren vanavond op de affiniteiten die ik heb gevonden in jouw boek, in jullie boek, met de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Want ik voel me zeer vereerd om hier te zijn, dat ik dan eigenlijk ook wel meteen een soort noodzaak heb om aan te geven, nou, wat is nou eigenlijk de verbintenis tussen oral history, de mensen en verhaal en de kanon van Nederland. En denk dat er wel ongeveer vier zijn die belangrijk zijn, belangrijk thema's in het boek en ook wel belangrijk thema's in de kanon van Nederland. En ik zou ook wel willen beweren belangrijk thema's voor de Nederlandse geschiedschrijving en de Nederlandse geschiedenis. De eerste is natuurlijk, het gaat over de titel zelf. En dat is mensen en hun verhalen. Het gaat over de geschiedenissen van levensverhalen. Selma heeft ook aangegeven dat dit ook wel haar benadering is geweest. Dat we gaan eigenlijk een heel leven onder beschouwing nemen tijdens een interview. Niet deelaspecten, maar het hele verhaal. En dat je dan eigenlijk in die zin ook beter tot begrip en tot inzicht kan komen over wat mensen hebben bewogen. We hebben getracht ook de kanon van Nederland meer in die richting te buigen.
door hele levensgeschiedenissen mee te nemen in een aantal nieuwe vensters en ook het bewerken van oude vensters opdat dat zou kunnen gebeuren. Wij vinden het ook wel belangrijk voor studenten dat zij dan daardoor geïnspireerd raken en dat wij dan eigenlijk wat weggaan van de soms wel abstracte beschrijvingen naar de levensgeschiedenissen van mensen die, die het verleden van Nederland mede hebben bepaald. Dat is één. Tweede is een variant op het eerste. En dat is dat het gaat ook over andere levensgeschiedenissen dan wij meestal mee vertrouwd zijn. Het gaat over twee punten. Dus ook andere levensgeschiedenissen. Wat jouw boek ook laat zien, is dat je, en dat heb je ook gerefereerd aan jou in jouw benadering of in jouw verhaal vanavond, is dat het gaat ook wel vaak over mensen vanuit de marges. Het gaat wel over de vrouw van Srebrenica. Het gaat over Antilliaanse vrouwen. Het zijn ook wel mensen die de vernietigingskampen hebben overleefd. En het gaat inderdaad ook over Zeeuwen. Ook wel als mensen die ook aan de rand van Nederland staan. In een aparte geloofswereld die ook anders is dan die van de Randstad. En dus er zijn allemaal in die zin wel verhalen van anderen. Mensen die dan eigenlijk inderdaad buitenboot hebben gevallen als het ging over onze traditionele geschiedschrijving. En we hebben inderdaad getracht om dat te corrigeren, enigszins te corrigeren in de herijkte kanon van Nederland. Meer aandacht aan zulke stemmen, aan zulke levensgeschiedenissen. Ook inderdaad om ook wel nieuwe groepen in de Nederlandse samenleving, of misschien niet zo nieuwe groepen in de samenleving, meer te verbinden aan de geschiedenis van Nederland. Een derde aspect waar wij voortdurend op, waar wij veel aandacht aan hebben gegeven, is ook waar Selma aan refereert. En dat is aan de meerstemmigheid die je eigenlijk zou verlangen van een historische benadering. Wij proberen niet als het ware alleen maar één verhaal te vertellen over een bepaalde venster, over een bepaalde persoon of gebeurtenis. Wij willen dat eigenlijk wel openmaken voor meerdere perspectieven, meerdere zienswijzen, zodat mensen het op verschillende manieren kunnen aanvliegen. Dat is natuurlijk iets dat jij telkens weer beklemtoont in jouw boek, dat ook wel die oral histories is niet voor één interpretatie vatbaar. Dat eigenlijk de waarde daarvan is, is niet dat nieuwe feiten worden vastgelegd in wat iemand zegt, maar dat als het ware jij samen, dat jij als lezer samen met de interviewer en de geïnterviewden tot een bepaalde interpretatie kan komen die misschien heel anders lijkt dan die van een ander. Dus je eigenlijk een benadering hebt die juist de multiperspectiviteit beklemtoont en belangrijk vindt. En dat is iets wat wij dan wel hebben getracht te doen, niet waar, Carwen, in de kanon van Nederland. En laatste, denk ik ook dat we het kunnen zeggen, is iets dat wat mij vooral bij het lezen van jouw boek bij mij is gebleven, is die notie van, ik noem het dan zo, co-productie. Dat geschiedschrijving, dat het leggen van geschiedenis niet door één iemand is gedaan. Het is niet door de commissie van de kanon van Nederland vastgelegd. Maar dat het eigenlijk alleen maar dialogiserend kan gebeuren. Het is eigenlijk dus wij dan in gesprek met anderen over wat deze vensters kunnen betekenen en hoe ze geïnterpreteerd zou kunnen zijn. Wij zijn tenslotte ook een onderwijskanon, dus het is heel erg belangrijk dat we deze gesprekken voeren en dat wij dan ons bezinnen over wat vensters betekenen, over wat de geschiedenis betekent, in gesprek met scholen, gemeenschappen, met leerlingen en ook met docenten. Heel erg belangrijk, denk ik, voor onze benadering in deze.
Dus denk ik, wat ik ook, als ik dit allemaal wil samenvatten, wat ik eigenlijk vooral waardeer van het boek en waar ik dan vooral de affiniteit mee zie, is hoe oral history allerlei kansen biedt om de geschiedenis te openen op nieuwe manieren. Eén grote misvatting over de kanon van Nederland is dat het eigenlijk iets vastlegt. Dat het eigenlijk voor eeuwig, voor altijd, eigenlijk zegt, dit zijn de 50 vensters die je moet weten over de Nederlandse geschiedenis. En zo ligt het. En het ligt niet anders dan wat wij hier hebben bepaald. De hele bedoeling van de kanon, zoals wij dat zien, is juist om de discussie, om dat gesprek mogelijk te maken. Dat wij dan eigenlijk ook de herijking hebben gedaan, zodat wij in betere, in diepere discussie kunnen gaan over wat het Nederlandse verleden is geweest. Dus het gaat eigenlijk vooral over het bezinnen op historisch bewustzijn, dus hoe verhouden wij ons toe tot ons verleden. Ook de herijking is een exercitie daarin, is dat wij ook wel anders over de Nederlandse geschiedenis denken, iets anders over de Nederlandse geschiedenis denken dan 14 of 15 jaar geleden toen de eerste kanon uitkwam. En dat we daar ons ook op bezinnen. En op deze manier is er ook een kans, nieuwe kansen voor nieuwe stemmen, nieuwe zienswijzen om ook wel de studie van Nederlands verleden binnen te dringen en hen het ook te veranderen. En dat is denk ik ook wel de taak van ons allen als historici, om dit wel mogelijk te maken. Niet als het ware nieuwe feiten gewoon naar voren brengen, onwrikbare nieuwe feiten naar voren brengen, maar bezinning, discussie, multiperspectiviteit naar voren te brengen. Selma's boek over oral history laat zien hoe je dat kan doen. Ze geeft daar een visie op. Ik heb het zelf inspirerend gevonden. Ik kan ook wel zelfs bedenken hoe jouw zienswijze al impact op ons werk heeft gehad in de manier waarop wij als commissie hebben opgetreden. Maar in ieder geval ben ik wel erg dankbaar dat wij samen, als het ware, ook een bijdrage trachten te leveren aan nieuwe perspectieven voor de Nederlandse geschiedenis. Bedankt. Dank je wel. Nu ga ik aan Arjan. Ja, je mag het niet vergeten. Nu ga ik aan Arjan, Dienke en Felix het tweede, derde en vierde exemplaar aanbieden. Dank je wel, Dienke, voor je voortreffelijk werk. Het is een uniek stuk. En ik ben er ontzettend blij mee. En ik denk dat je er heel goed onderwijs mee kan geven, bijvoorbeeld. Arjan, je bent een ramp om mee te werken. Maar het resultaat is, mag er zijn. Ik ben er ontzettend blij mee. Want wie gaat interviewen en zit met hoe doe ik dat, hoe doe ik mijn digitalisering, kan echt in die paar pagina's helemaal terecht. Je kunt helemaal uit de verf komen. Frides, jouw stuk heeft een ongelooflijk gevoel voor humor. Je ging op zoek naar emotie die niet bestond. En je beschrijft hoe je door interviews er dan toch achter kwam dat die echt niet bestond. En dat is leuk. Dank jullie alle drie. Heel verschillend. Heel erg interactief. Dank jullie wel. Nancy, jij krijgt een exemplaar, want jij bent deze avond aan het leiden. Is er nog een exemplaar voor Carwan en Suzanne? We gaan zo over naar een changing of the guard, hier op het podium. Carwan en Suzanne, kunnen jullie dit aannemen? Jazeker. Ja, ik kan er natuurlijk bij blijven zitten. Ja, blijf erbij zitten. Ja. Jullie staan ons deze technisch moment toe. Even bekend worden met de apparatuur. Ik ga zo wat vragen stellen aan Suzanne en Carwan, die gebaseerd zijn op de inhoud van Selma's boek en wat stellingen die ze neemt. Even. Goed, jullie zien een aantal thema's hier.
En ik ga gewoon meteen over naar een eerste vraag aan jullie twee. En dat is het idee, en dit zijn echt citaten uit Selma's werk. Dat is het idee dat door de chaos gooien we in feite geschiedenis weg. En Selma bedoelt hier iets over de interviewmateriaal die wij verzameld hebben. Hoe je daarmee omgaat, hoe toegankelijk het is voor derden. Of iemand ooit wel eens heeft willen afluisteren om te horen of je wel of niet goed geciteerd bent. En ik wilde die vraag stellen aan jullie beiden. Ik zet mijn microfoon uit en... Ja, ik vond het heel erg leuk om die passage van Selma te lezen in de inleiding over die chaos. Omdat ik nogal beelddenker ben, dus ik zag gelijk mijn eigen bureau voor me. En de papieren, maar ook de files die ik niet had opgeborgen en de bandjes die ik niet had uitgewerkt en noem maar op. En ook wat ik laatst gedaan had, alle bandjes die ik nog had laten digitaliseren. Dat waren die oude cassettebandjes. Nog eens digitaliseren. Maar als je dat gaat willen afluisteren, ben je 2 weken verder in die tijd, heb je niet. Dus ik snapte helemaal hoe dat, wat er bedoeld werd met die chaos. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja, dat klopt. Alleen... wat heeft een ander aan mijn bandjes? Wat heeft een ander aan mijn interviews? En wat heeft een ander aan dat gesprek? Te meer daar ik voor die dingen die ik heb laten digitaliseren... dat ging over communistische verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog, CPN. En ik was 22. En zij waren 65. En... zij wist heel goed wat ze wilde dat ik zou weten. En ik wist wel wat ik graag zou willen weten, maar enzovoort. Dus het is nu studiemateriaal voor mij over een heleboel dingen. Dus op het moment dat je dat overdraagt aan een archief, is het echt een archiefstuk. Maar heeft het een heleboel connotatie nodig. Dus ik dacht, ja Selma, we kunnen het wel vatten in het woord chaos. Maar er komt een heleboel achterweg en dan hebben we niet genoeg aan onze twintenaar. Die weten hoe je er big data van maakt en het goed kunt doorzoeken. Suzanne, heb je destijds toestemming gekregen om die interviews op te nemen... of om je materiaal te verzamelen van je subject? Ja, we hebben destijds uiteraard van iedereen toestemming gekregen. We hebben ook de teksten laten zien, maar digitalisering bestond nog niet. Dus laat staan dat je het op het internet zou gooien. Dat was helemaal nog ondenkbaar. Er komen een heleboel ethische vragen ook achterweg. Wat je met dat materiaal doet. Ik bedoel, we hebben een goede archiefwet. Dus als je je daaraan houdt, dan kan je er nog heel lang niks mee. Karwan, hoe zie jij die vraagstuk rondom de chaos van je eigen archief... en de archivering in het algemeen? Ja, ik herken me heel erg in de bezwaren vooral. Ja, volgens mij, ja hoor. Ik heb hier een mooie... omdat je materiaal produceert dat voor een heel specifiek doel is. En ik loop zo vaak aan tegen het idee dat iemand voor een project een grote digitaal datafile heeft aangelegd. En het gevoel heeft van, ja, dit is ook voor volgenden nog handig. Maar iedere volgende die daarmee aan het werk gaat, heeft zulke andere vragen, heeft zulke andere behoeftes, dat het heel moeilijk is om te voorspellen hoe iets nuttig gaat zijn. En dat is ook mijn skepsis bij de grotere digitaliseringsprojecten van geschreven bronnen. Dat we veel optuigen rond, we gaan het nu allemaal openmaken en we gaan er nu allemaal mogelijkheden creëren. Maar we hebben nog helemaal niet met elkaar gehad over welke vragen we aan dat materiaal willen stellen. Dus ik ben wat sceptisch over het creëren van dat soort grote infrastructuren, of het investeren in die infrastructuren, omdat ik toch steeds maar niet de resultaten daarvan zie. Ik zie dat het gebeurt, maar ik zie ook dat het vervolgens, en ik kan een passend voorbeeld is misschien de Price Papers, dus de brieven die zijn geschreven in de 17e, 18e eeuw aan boord van Nederlandse schepen. Schepen worden gekaapt door de Britten en dat wordt allemaal opgeslagen in het archief. Die zijn allemaal gedigitaliseerd en dat levert
in verschillende projecten andere soort van databases op. En die beloven allemaal, we zijn toegankelijk voor volgende generaties. En nou ja, als je nu naar die projecten gaat en naar die databases, ja, dat werkt gewoon niet. En het beantwoordt niet aan de vragen die je eraan stelt. Dus ik denk dat we heel erg vanuit het gesprek over de vragen opnieuw naar materiaal moeten kijken. En ik ben het dus wel mee eens dat je het niet moet weggooien. Dus bewaren, maar of je iets kan doen dat vooraf voorspelt welke vragen we gaan stellen, welke antwoorden we willen, dat denk ik niet. Suzanne, jij wilde daarop reageren. Ja, omdat ik ben van nature niet sceptisch, dus in die zin heb ik wel heel hoge verwachtingen. Maar een van de dingen van dit boek is natuurlijk ook dat de onderzoeker erop wordt gewezen, denk van tevoren ontzettend goed na. En aan de ene kant, er zit een paradox in, van aan de ene kant, door het interview wordt het verhaal als het ware gemaakt en dat is een interactie. Dus dat is altijd iets wat je met z'n tweeën doet. En in die zin is het heel erg bepaald uit die situatie. Maar tegelijkertijd, als wetenschapper denk je, moet je van tevoren heel goed nadenken. En wat is het afterlife van dit interview? En daar hebben we natuurlijk ook uiteindelijk wel al ervaringen mee. Sommige mensen hier, in ieder geval ik niet. Bijvoorbeeld rondom dat Spielberg-project heet het, denk ik. Hè, dat er echt geprobeerd werd, kunnen we een heleboel gestructureerde interviews doen, zodat iedereen vervolgens de gegevens kan gebruiken. Nou, daar moet allemaal heel goed op gereflecteerd worden van wat voor een archieven levert zoiets nou uiteindelijk op? Of zijn we eigenlijk op het moment dat we oral history doen een soort historisch antropologen die een nieuwe vorm van participatieve nadenken over het verleden en uiteindelijk met hun eigen verhaal tevoorschijn komen op basis van het interview van een ander. En dit boek zet ons daar wel heel erg over op scherp. Maar het lijkt mij prachtig als wij eigenlijk de oude materie, als wij nieuwe vragen kunnen stellen aan de oude materie. Er komt uiteraard een moment. Wie overlevende heeft geïnterviewd, weet ook dat die interviews, die kunnen we niet eeuwig doen. Dus om terug te kijken naar je materiaal, en ik weet dat Selma ook bezig is met het vraagstuk. Wat kan je anders, wat voor andere vragen kun je stellen aan die subjects, al zijn die mensen daar niet meer. En dat zijn veel, zeker met het bredere kennis van wat er gebeurd is, die wij leren door meer en meer verhalen te verzamelen en meer te duiken in de archieven. Ja. Nee, en dat is, ik zou er niet aan moeten denken dat we zoiets als de Federal Writers Project niet zouden hebben. Dus de interviews die zijn gedaan met de laatste mensen die nog in slavernij hebben geleefd. En dat we die op band hebben, dat we dat kunnen horen en dat we precies dat soort nieuwe vragen kunnen stellen. Dus misschien als het tegenwicht tegen mijn scepticis. Ik ben heel blij dat er nog is. Ja. En Suzanne had ook iets gezegd, en Selma ook in het boek, over het co-creëren van het verhaal. En dat kan je natuurlijk niet meer doen als je de interview terugkrijgt, maar je kan wel een andere betekenis vinden erin dan de interviewer op dat moment heeft gehad. Het verhaal die ze samen hebben gecreëerd. Selma, je zit hier met ons. Wil je nog commentaar maken? Nee. Oké. Mooi. Het is mijn stof om na te denken. Ik denk. Goed. Dan wilde ik overgaan op de grote thema van mythen. En ook weer iets uit het boek. Een goede beoefenaar van oral history stelt vragen, selecteert, luistert, toetst en vergelijkt. Maar waar je mee geconfronteerd ook bent, is dat mensen hun eigen verhalen vaak mythologiseren. En dat ideologie onderdeel van verhalen worden. En dat verandert eigenlijk het verhaal van het verleden. Hoe ga je daarmee om? En hoe ga je om met de structuur die zij in hun eigen verhalen brengen rondom de mythen die zij, of hun geloven eigenlijk? Suzanne? Ja, wat ik zelf bij deze passage
had, was dat ik dacht van, het lijkt een soort eeuwig draaiend wiel. Je ontwikkelt nieuwe inzichten, je krijgt nieuwe feiten, je stelt nieuwe vragen. En tegelijkertijd, terwijl je dat doet, is degene met wie je daarover aan het praten bent een verhaal aan het construeren. Waarin misschien ook wel nieuwe mystificaties optreden, die vervolgens weer enzovoort. Ik zag dit als een soort perpetuum mobile. Misschien is dat wat James net op een andere manier probeerde te zeggen van die eindeloze dialoog. Maar wat ik dan daarin interessant vind, je hebt ook al die geschiedfilosofieën over dat geen samenleving buiten mythes kan. En waarschijnlijk kan geen sociaal verband buiten mythes. En heb je dat altijd wel. Maar wat ik dan tegenkom, en wat Selma trouwens ook in een van haar hoofdstukken uitwerkt, dat is dat het verhaal wat ontstaat in een gesprek en wat een soortement stevigheid krijgt in een visie op de geschiedenis, daarna ook een heel eigen leven gaat leiden. En dat hele eigen leven, historici zijn soms ook wel van die zeurpieten die dat dan weer gaan doorprikken. Ja. Hoe ga je dan mee om? Zeker als je aan het interviewen bent. Ik zeg het ook wel eens tegen de studenten. We leiden jullie niet op als bedweter. Maar je moet wel kritisch zijn. En daar zit een hele kleine scheiding tussen. Ja, volgens mij vaak moet je kritisch zijn als je bezig bent met het analyseren van de materie en niet terwijl je in gesprek bent met die persoon. Maar dat kan van geval tot geval schelen. Carwan, had jij je gedachten over de mythe? Nee, omdat het probleem me zo onbekend voorkomt. Ik zal meteen bekennen, ik heb nog nooit iemand geïnterviewd. Misschien echt nog nooit. En zeker niet een oral history project gedaan. En het materiaal waar ik mee werk staat stil, is inert, is opgeschreven, gaat over één zin van een man die het vertelt over wat er gebeurde aan boord van een slavenschip. En dat is het enige wat we hebben. Of een vrouw die daar iets over vertelt. En dat zijn de enige twee fragmenten die we hebben voor een periode van 100 jaar of zo. De hele luxe om na te denken over, ja, er zijn hier mythen gecreëerd en die versterken zichzelf en die komen terug, komt mij heel exotisch over. En tegelijkertijd is het wel deel van die geschiedenis en de geschiedpraktijk die er is. Ik kom natuurlijk op veel plekken waar die geschiedenis herdacht wordt en daar zijn die mythen heel zichtbaar en heel voelbaar aanwezig zie ik ook waar ze vandaan komen, omdat je het geschreven materiaal kent en de manier ziet waarop mensen steeds dat verhaal vertellen, leven in zo'n verhaal. En dan word ik toch soms wel, dan bekruipt me wel het gevoel van die bedweter. En krijg ik wel de neiging om dat door te prikken. En tegelijkertijd denk je ook, ja, maar dit gaat dus, we praten langs elkaar heen. Ik probeer een geschiedenis te vertellen zoals het was, denk ik. En mensen leven met een ander verhaal. En dat is goed. Maar die is ook te distilleren uit geschreven woorden. Niet alleen in interviews natuurlijk. Als wij zien wat mensen geschreven hebben over hun eigen rollen. Dat is wel te vinden. Dus het is niet. Ik was gisteren in Rotterdam. En dat is een stad die een groot onderzoek achter de rug heeft over de geschiedenis van slavernij en over de geschiedenis van kolonialisme. En daar was ook iemand in het publiek en die zei, Piet Hein, dat was echt de held van het volk. En hij was tegen slavernij en hij had daar niets mee te maken. En hij was is onze Rotterdamse held en verdient een standbeeld. En dat is denk ik, dat is een heel diep gevoeld gevoel over dit hoort bij ons en dit is mijn verhaal. Dat geven we door ook op, denk ik, heel erg vergelijkbare manier. Dit is een mythe.
En ik kan het niet nalaten om dan daar toch te zeggen van, maar waar ging dat zilver dan heen dat hij allemaal geroofd had? En ja, dat, ja, maar toch snap ik dan niet dat jij zegt van, ja oké, okay, je zegt misschien ik heb nog nooit iemand geïnterviewd, maar je bent wel degelijk iemand die zich ongelooflijk actief tot oral history verhoudt. En ik kan me ook niet voorstellen dat deze verhalen niet jouw onderzoek beïnvloeden, al was het maar door de vragen die je eraan stelt. Ja. Het is toch een hele actieve wisselwerking. Een hele actieve wisselwerking, maar ook een die dus heel, die dus wel vaak als storend, die ik wel vaak als storend ervaar, omdat het iedere keer je zo terugwerpt. Dus bijvoorbeeld, er is een passage in het boek van Anton de Kom, Wij slaven van Suriname, waarin hij een soort kanon geeft. Dus hij geeft een kritiek op de kanon zoals die in zijn tijd werd onderwezen. En dan zegt hij, we hebben andere helden. En dan noemt hij er 4 of 5. En ja, dan blijft vervolgens dat rijtje, dat wordt een soort mantra wat eindeloos maar herhaald wordt. En dat is een sequentie van grote namen die gecreëerd is in een koloniale context, die gecreëerd is om door een koloniale overheid een heel specifiek soort van vijandbeeld te creëren. Hij probeert dat in zijn boek om te draaien en er een soort helden van te maken. Maar ik vind het toch wel ingewikkeld dat we dus bijna 100 jaar later nog steeds dan weer met die soort van mantra of die sequentie van die helden opgescheept zitten, terwijl we eigenlijk steeds meer leren over wat voor vormen van verzet waren er, wat voor andere strijd werd er geleverd, waar kun je nog meer inspiratie uit halen dan dat herhalen de hele tijd. Als het mag, Selma brengt in mythen en ook ideologieën die eigenlijk een andere tint of kleur kunnen geven aan de verhaal. Ik kan het ook uit eigen ervaring vertellen over mijn interviews met overlevende communisten. Mensen die de gulag ingingen met geloof in de communistische partij. En ze kwamen daaruit met hun geloof nog steeds intact. En hoe zij het verhaal hebben verteld over de ervaring van de gulag was heel anders dan de mensen die dat mee hebben gemaakt en geen enkel meaning en redemption hebben gevonden in de ervaring van de gulag. Dus die mythe, dat kan in hetzelfde ervaring of ideologie heel erg anders uitbrengen in het vertellen daarvan. En een hele andere geschiedenis weergeven dan wat ik eigenlijk zou zeggen werkelijk gebeurd was. Selma. Ja, ik kom natuurlijk heel veel mythische verhalen tegen in mijn interviews. Iedereen heeft een mythe over zichzelf. En sommige mensen blazen dat heel erg op. Maar wat mij zo fascineert is, waarom wordt deze mythe verteld? Waarom wordt die mythe op deze manier verteld? En wat is het verhaal daarachter? Dus heel anders dan jij, ik onderzoek helemaal niet mythe, want dat is mijn pakje aan niet. Maar ik onderzoek waarom mensen bepaalde mythes inzetten. Met gebruikmaking van oral history? Of heb je daar dan andere bronnen voor? Nee, gewoon het interview. Gewoon het interview. Ik kan een voorbeeld geven. Ik interviewde een heel klein mannetje. Heel erg geschonden door de oorlog. We schrijven nu late jaren 70. Ik ben hier al lang mee bezig. En die vertelde dat hij ontzettend sterk was. En iedereen versloeg. En iedereen aankon. En ik zat naar hem te kijken en ik dacht, ik geloof er niks van. Maar hij had het nodig om dat verhaal over zichzelf te vertellen en daar een soort mythe over zichzelf van te maken. Nou kijk, en dat is het moment dat ik het interessant vind. Waarom doet iemand dat? Hoe verhoudt zich dat tot een collectieve geschiedenis? Hoe verhoudt zich dat tot een tijdsgevricht? En wat kom ik eigenlijk over die persoon te weten? Maar tijdens het interview, dus de discrepantie van zijn verhaal en wat jij denkt dat er werkelijk was, laat je hem niet zien. Ik ben bij interviews doodstil. Ik bedoel, ik denk dat een deel van mijn kracht is dat ik mensen aan het praten krijg terwijl ik gewoon helemaal geen vragen stel.
Maar hier is het toch wel, als het gaat om het creëren van mythes, en we hebben natuurlijk met de kanon ook een hele reeks van 50 mythes gecreëerd, dat we wel... dat niet alle verhalen, het gaat niet alleen om individuen, maar het gaat in het boek juist ook om de collectieve verhalen en de collectieve mythes. En ze passen niet altijd heel erg goed met elkaar of naast elkaar of bij elkaar. En soms moet je dus een nieuw verhaal maken waarin ze beter passen. En dat betekent dus wel een actieve interventie in de mythe die mensen hebben of koesteren. Dat brengt ons... Suzanne, wilde je nog daarop reflecteren? Want ik dacht dat brengt ons heel mooi op de volgende punt. Zal ik jou eerst laten uitspreken hierover? Ik zat erover na te denken, omdat ik had vanochtend een gesprek met een Zuid-Afrikaanse promovendus. En die ging iemand interviewen. En we gingen dat interview voorbereiden. En toen kwamen we eigenlijk op de vraag... wat is de gemeenschap waarbinnen je dit onderzoek eigenlijk aan het doen bent? Dus niet alleen van wat ga je vragen of wat verwacht je van deze persoon, maar wie luisteren er mee bij deze persoon? Wie kijken er mee naar jouw boek? Wie... heb je er al over nagedacht wat er gebeurt met jouw interview als jouw boek klaar is enzovoort. En ik had een paar voorbeelden bij de hand van met name historisch antropologen die dan materiaal hebben en die daar echt jaren later nog over publiceren, terwijl de betreffende persoon al lang niet meer weet wat er eigenlijk gebeurde met dat materiaal. Dus wij zaten daar op deze manier over door te praten. En deze persoon was de hele tijd bezig met duidelijk te maken dat hij voor zichzelf moest uitzoeken wat zijn positie was in zijn onderzoek ten opzichte van het onderwerp en ten opzichte van de interviewer. En ik zei, misschien moet je er veel meer over nadenken. Wat is de positie van mijn onderzoek? En niet ik, maar mijn onderzoek. In welke gemeenschap ben ik dit aan het doen? Voor wie doe ik dat en in welke context doe ik dat? Selma schrijft daar ook over. Over de, ja, het heeft ook een beetje te doen met, als ik me niet vergis, de volgende punt over identiteit. Je schrijft ook heel mooi over de insider-outsider status van de interviewer en de interviewee. En wat, Wie zijn wij in de interviews? Wat voor verhalen brengen wij in het interview zelf? En inderdaad, wat wordt de audience voor de interview? Het is wel een hele... dat maakt iemand, in dit geval wat je zei over Zuid-Afrika, dat maakt iemand behoorlijk kwetsbaar. Ze praten met jou of ze praten met een interviewer, een interviewee, hebben een gesprek. Maar soms, de interviewee die spreekt met Selma of die spreekt met mij of met jullie, en die denkt niet terug, oh ja, dat gaat uitkomen in een boek. Ja, ook uit eigen praktijk. Ik heb interviews gedaan en ze dachten, ja, het boek komt uit in het Westen. Nou, toen het in het Russisch uitkwam, was het opeens een beetje een schok. Van, oh, ja, dat heb ik gezegd en dit is mijn eigen publiek hier. Wel best een confrontatie. Ja. Maar misschien kunnen jullie reflecteren over Selma's opvatting over de identiteit. En de identiteit van de interviewer en de interviewee. Ja, mag ik? Nee, ik vind dit is een ik ben heel blij dat dankzij een vak als oral history dat ook veel meer het geschiedbedrijf binnen is gekomen. Er zijn denk ik twee wegen waardoor dat de koloniale geschiedschrijving binnen is gekomen. Aan de ene kant via oral history als praktijk, aan de andere kant een heel vergelijkbaar via het antropologisch onderzoek. Als het dan gaat om koloniale geschiedenis, bijvoorbeeld met Marrons in Suriname. Dat er een bewustzijn is over
dat die interviewer of onderzoeker actief, gewoon door te zijn, actief bijdraagt aan het verhaal dat er ontstaat. En er is tot op de dag van vandaag volgens mij bij heel veel vakgenoten een enorme naïviteit over diezelfde confrontatie met geschreven materiaal. En dat daar niet het geval zou zijn. En dat je dus simpelweg een soort objectieve verslaglegging hebt van wat documentair materiaal kan voortbrengen. En ja, dat is echt een grote stap vooruit. Dat we voorbij die naïviteit zijn gekomen. En blijft denk ik altijd een punt om het weer opnieuw, over te hebben, over wat dat precies betekent. En ik vind het ook heel leuk om die gesprekken te hebben. Ik ga niet het concrete voorbeeld geven, dat is een beetje ingewikkeld, maar simpelweg de vraag stellen, zou ik hetzelfde onderzoek doen als wij voor dit archief zouden staan, levert denk ik hele goede gesprekken op, omdat je meteen ziet dat verschillende mensen andere accenten leggen, andere dingen zien. En die verrijking is denk ik een van de belangrijkste bijdragers wat dat betreft voor het bredere veld. Dank je. Suzanne, je bent de citaat aan het opzoeken. Ja, ik was inderdaad nog even de context van de citaat aan het opzoeken. Wat Kahneman zegt, kan ik heel erg goed volgen. En ik denk ook dat oral history daarin een... eigenlijk omdat oral history uitgaat van deze directe interactie met je bron, zal ik maar zeggen, heeft het ons ook op een andere manier helpen kijken naar geschreven bronnen. Waar ik dan zelf over door ging lopen piekeren bij dit onderwerp identiteit en identiteitspolitiek. Dat is de mate waarin... We zeggen zo makkelijk, we luisteren naar de stiltes. We lezen tegen de draad in. We zoeken naar de mythes en vragen ons af, waarom is het een mythe? Maar... je staat eigenlijk ook niet boven het materiaal waarmee je werkt. Je bent er altijd zelf. Je bent er altijd zelf. En je ziet nu in het wetenschappelijk debat wat we voeren, dat de persoon zelf ook zo vaak te berde wordt gebracht. Vroeger kon je bij de anale school behoren, als je bij de anale school behoorde, of je kon bij de psycho... history horen, als je daarbij hoorde. Maar nu lijkt het net alsof daar een laag bij is gekomen van die gepolitiseerder is dan toen. En het woord identiteitspolitiek heb ik hier aan toegevoegd. Het komt in jouw boek niet voor, als zodanig. Maar ik heb het gevoel dat het wel zeker in oral history speelt, omdat het natuurlijk ook een... en dat is wel het activisme waar het ook in je boek over gaat en waar James ook aan refereerde. Oral history is ook een manier om dingen op tafel te krijgen die nog niet op tafel lagen. En je bent niet alleen maar een doorgeefluik als historicus. Nee, als het goed is, dan ga ik terug naar het punt over het co-creëren van het verhaal. In feite, de verteller en de interviewer komen samen tot iets van een narrative die sens maakt, in ieder geval voor de verteller en later voor de interviewer. Ik sta een beetje stil bij het identiteitsvraagstuk, en dat brengt mij terug naar Ryazan, Rusland. Daar heb ik net aan te denken. Ja, we zaten dus bij Alexei Weitzen en Sobibor-overlevende. En daar waren wij twee Westerse, die kwamen binnen met allerlei koffers. Hij wist niet dat wij rechtstreeks van het treinstation kwamen, en we logeerden niet bij hem. Dus het was sowieso verwarring. Maar
de eerste dag ging het heel stroef met het interview. En Selma en ik hebben veel over gehad die avond. En de volgende dag heeft ze besloten om toch iets over zichzelf te vertellen. En wel een heel belangrijk stuk van het puzzel. Namelijk dat haar grootouders vermoord waren in Sobibor. En dat was een klikmoment. Zij was niet een outsider, ze was een insider. Er viel echt een veel weg. En hij wilde wel alles vertellen wat hij kon vertellen. Vond ik een magical moment, moet ik zeggen. Sam, wil je er nog meer over vertellen? Nee, door mijn hoofd speelt nu de gigantische hoeveelheid taart die we gedwongen hebben. Daarna, die eetdwang waarin nog steeds wil je niet meer en dan beledig je. Nee, het is een heel bijzonder moment geweest waarin hij plotseling opende wat hij eigenlijk nooit verteld had. Want dat is het interessante van het interview met Alexei Weitzen. Het zit nu in het US Holocaust Memorial Museum. Hij had nooit kunnen praten over Sobibor. Want dat viel onder het taboe van de voormalige Sovjet-Unie. Hij wist dat als hij in het leger, waar hij nog zat, erover zou praten, dat hij het leger zou moeten verlaten. En toen vertelde hij het ons. En dat was heel bijzonder. Maar Samme, toen jij besloot om dat te vertellen, deed je dat als interventie in het interview? Of was het jouw manier om verbinding te zoeken omdat je die verbinding zocht? Weet je, soms is het bij mij alleen maar, ik wil wat eerlijker over mezelf zijn. Zo primitief ben ik. Dus het is helemaal niet dat ik zit te denken, ik moet meer verbinding krijgen. Ik denk, nou, deze man kan toch wel beter eerlijk vertellen dat ik hier niet zomaar uit intellectuele belangstelling zit. We moesten ook een stilte doorbreken. Het was gewoon anders had hij ons veel te veel als vreemde wezens ervaren, terwijl de verbinding wel degelijk sterk was. En in feite, daarom hebben we ook zoveel taart moeten eten daarna, denk ik, omdat de verbinding steeds sterker werd. Goed, ik wilde met het oog op de tijd doorgaan naar het volgende onderwerp. Ook een hele grote onderwerp voor Selma over de trauma's. Altijd eigenlijk is Selma's werk gebaseerd op trauma-interviews. Verhalen over trauma's. En hoe wij daarmee omgaan. Zijn anders dan gewoon interviews. Ja, Suzanne. Nou, ja, toen ik dit las, toen dacht ik een trauma-interview. Ik weet een trauma-helikopter. Dus ik dacht, is het een genre of is het een interview over trauma? En ik ging voor mezelf naar en bedacht, ik heb persoonlijk nooit een interview over trauma gedaan, omdat ik er ook geen vragen over trauma heb gesteld als historicus. Dus in die zin kan ik denk ik hier niet zo heel erg veel over zeggen. Maar wat ik in de zin loop daarna door met dat verschil te maken tussen verhalen over trauma's zijn anders dan die over buurt of bedrijf. En dus daar zat ik over door te denken, omdat ik dacht, ja, maar in interviews over een historisch onderwerp wat gerelateerd is aan een levensverhaal van iemand. Daar zit dat bedrijf, daar zit die buurt, daar zit dat trauma. Dat kan je toch op die manier niet uit elkaar trekken als je wil begrijpen wat iemand aan het vertellen is op een goed moment. Dus is het wel een tegenstelling? Ja, ik ben heel blij dat we nu van de dat wij nu de vraag stellen. Toch?
Ja, graag. Ik suggereer niet dat een buurtgeschiedenis niet vol drama kan staan. Ik moet even goed kijken hoe ik het geformuleerd heb, hoor. Echt, dat heb ik niet paraat. Want maar er zijn interviews, zoals over Srebrenica, waar de geïnterviewde eigenlijk niet in staat is het verhaal te vertellen. Waar het zo diep gaat en zo verzwegen moeilijk is, dat er andere activiteiten of andere attitudes aan te pas komen. Nou, bij een buurtinterview heb je natuurlijk verdrietige momenten. Maar dat is toch wat anders. Echt wat anders. Ja, dus daarover doordenkend dacht ik, dan gaat het er dus over dat het in feite al het onderwerp is. Het is niet iets wat naar boven komt in het interview, maar het is al het onderwerp wat je aan het onderzoeken bent. En je hebt dan dus een instrumentarium als historicus en zo ben je ook opgeleid. Maar dan heb je al een instrumentarium om te weten waar je op dat misschien toch ook meer psychologische vlak eigenlijk aan het spreken bent. Dat weet je dan ook al op het moment dat je met die mensen gaat praten. Als ik het vergelijk met de gesprekken die ik dan nu ook heb met mensen in Zuid-Afrika over hun onderzoek. Dan weet je dat er een groot maatschappelijk probleem is. Dat er een groot persoonlijk trauma is. Maar het onderzoek gaat er niet over. De mensen die dat onderzoek doen, die stellen dat als zodanig niet als onderwerp centraal. Maar ze moeten er wel mee dealen. Dus in die zin dacht ik, maar ik weet niet of we inderdaad nu de dynamiek aan het veranderen zijn. Jij hebt er veel meer ervaring mee. Ja, ik ben moderator, maar we hadden van tevoren afgesproken dat ik hier iets over zou zeggen. Ja, ik begrijp ook dat ik over van alles wat gezegd heb. Maar wat betreft trauma... Ik denk dat ik nooit zo die etiket van trauma-interviews op mijn werk met Gulag-overlevenden heb geplakt. Maar ik weet, toen het begonnen was, eind 80er jaren, kreeg ik ik heb het ervaren als een schok en enigszins een belediging. Want ik heb een goed hart, vond ik zelf. En mijn interviewees hebben gezegd, jullie schrijven je dissertaties op onze bloed. En dat heeft mij echt enorm geraakt. En ik voelde me opeens enorm verantwoordelijk voor elk persoon die ik citeer en voor elk uur die ik besteed heb aan die interviews. En wat ik gemerkt heb in interviews met mensen die kampen hebben meegemaakt en overleefd. En ook hebben gezien hoe anderen dat geluk niet hebben gehad om de kampen te overleven, is het vertellen van het verhaal. Vaak als je een goed interview doet, dan voelen zij wat beter. Daarna voel jij je wat slechter. Dat is gewoon een patroon. Echt, je kan het zien aan mensen. Selma is heel erg goed in heel stil zijn gedurende de interview. Dat heeft voor mij echt decennia gekost. Omdat ik het toch wel een gezamenlijk, een interactie vindt, het hele proces daarvan. Voor mij was een remedy heel vaak bij dezelfde mensen teruggaan. Dan krijg je ook ieder keer nog een stukje meer van hun verhaal. En dat vertrouwen kunnen ze wel krijgen in jou. Carwan. Nee hoor. Nee, want dit is denk ik... Ik zie hier alleen maar de ethische dilemma's en over wat we precies losmaken. En of je die wens om dat verhaal dan op een dieper niveau bloot te leggen, of je dat wel moet willen. En dat is wel een vraag die we denk ik in de koloniale geschiedenis steeds tegenkomen. Is dit...
Wat zijn we precies aan het doen met het vertellen van dat verhaal? En zijn we dan dit opnieuw aan het oprakelen? Zijn we het aan het reproduceren? En daar zit iets dat ik ook... Nou ja, het gevoel krijg bij die specifieke traumatische en gewelddadige dingen... in hoeverre je dat moet willen, zichtbaar moet willen maken, oprakelen, naar boven halen, nog een keer. Ik kan daar niet... Daar heb je geen goed gevoel bij. Daar heb ik absoluut geen goed gevoel bij, nee. Nee, maar dan, als ik dan weer terug ga naar het werk van Selma, die erbij zit. Die interviews over Srebrenica. Nee, maar die vielen samen. Of dat boek kwam ongeveer uit, of iets daarvoor of iets daarna. In ieder geval, het interfereerde allemaal met elkaar met die rechtszaak. Mm-hmm, ja. En dat werd ook een enorm groot contrast. Hè? Wat de getuigen moesten doen in de rechtszaak. Mm-hmm. Of wat de geïnterviewden doen in een geschiedschrijving, is een fundamenteel verschil. Mm-hmm. En eigenlijk doordat dat contrast zo dicht bij elkaar kwam, kon Selma van mijn gevoel ook heel erg goed uitleggen wat het een slachtoffer kost om te getuigen in een zaak als deze. Ja. En ik vond, voor mij was dat een heel goed voorbeeld van het verschil tussen oral history en recht doen in de geschiedenis, zal ik maar zeggen. En het is zeker waar dat die vrouwen een stuk lichter voelden nadat ze met Selma hebben gesproken dan in de rechtszaak. Ja, maar ik niet slechter. Ik heb me nooit slechter gevoeld. Dat komt bij mij helemaal niet voor. Het is gewoon rustig na afloop. Goed, met het oog op de tijd gaan we door naar de laatste en vrij grote vraag. Ja, maar de laatste vraag is vrij groot. Wil jij nog iets zeggen over trauma? Over trauma? Dat is een hoofdstuk. Racisme. Ja, nou inderdaad, met het oog op de tijd moeten we het daar misschien maar heel kort over hebben. Ja, daarom zeg ik, groot genoeg onderwerp. Dienke Hondius, die gaat er op in haar vignet. En ja, dat heeft te doen met de historische beelden. Nieuwe onderzoeksvragen, de positie van de interviewer, de positie van de interviewee. Karwan, wil jij misschien als eerste reageren? Ja, omdat we... we daar zo'n daar zo in Nederland omheen draaien en de raarste dingen gebeuren. Ook met een soort weer heropleving van hoe noem je dat? Amateur menselijke taxonomie maken. Of het populariseren daarvan door onze bioloog des vaderlands. Dat we... het boek van Midas Dekkers. Dat we toch gewoon over mensenrassen moeten kunnen praten. En dat moet hij vooral kunnen zeggen. Maar hij begrijpt natuurlijk op een heel fundamenteel niveau niet waar we het over hebben als we het over racisme hebben. En ik denk dat uiteindelijk het steeds terugkerende probleem is, dat we daar niet aan toekomen. En dat het een soort van pionierswerk volgens mij, dat Dienke hier doet, wat dat betreft, heel erg belangrijk is. Om dat wel te benoemen als een factor überhaupt. En daar niet alleen maar de racialisering van de ander, maar ook de racialisering of de cultuur van eigenaarschap, zou je het kunnen noemen, die heel alomtegenwoordig is en zo vanzelfsprekend is dat we hem niet eens
dat we hem niet eens herkennen. Dus die, die denkpatronen zichtbaar maken lijkt me echt een belangrijk... Een belangrijke voorwaarde voor het beter bedrijven hiervan. Ja, en ik bleef haken op die nieuwe wegen. We openen nieuwe wegen en daarom kwam ik op die wegbereiders. Zijn het de wetenschappers die de nieuwe wegen openen? Nee, dat geloof ik niet. Dat gebeurt gewoon in de samenleving. En de wetenschappers die gaan er op een heleboel verschillende manieren op in. Maar het is wel onderdeel van dat openen. Hè, van, en daar komt macht bij kijken. Daar komt domweg macht bij kijken. Dus in die zin is oral history ook een beweging, denk ik. Oral history als beweging, dat vind ik heel mooi. Selma als trekker van die beweging en pionier. Ja, dat oral history is heel goed gepositioneerd om dit eigenlijk te adresseren. Nou ja, oral history is heel goed gepositioneerd op voorwaarde dat het zich afspeelt in gelijkwaardige verhoudingen. Of in verhoudingen waarin niet de een de ander toelaat, maar waarin het geheel verandert. En eigenlijk is dat ook wat in dat vignet wordt gezegd. Je koopt er niks voor als een witte wetenschapper nou precies gaat zeggen hoe een zwarte zich voelt. Want het gesprek alleen al is een gesprek geweest tussen een witte en een zwarte. Waarin, ik ben nu heel erg aan het chargeren, want het wordt veel beter opgeschreven. Maar het gesprek alleen al is een gesprek geweest met een historische machtsverhouding. Of met een geschiedenis. Er worden nieuwe wegen geopend. Er zijn pioniers. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat het zich afspeelt in een maatschappelijke context die eigenlijk maakt dat dit kan gebeuren. Ja, zo belangrijk dat dit geagendeerd is. Zo. Selma, wil jij nog hier... iets op zeggen? Nee hoor. Ik wilde nog het publiek de kans geven om vragen te stellen aan Selma en aan jullie. Tenzij jullie nog op dit onderwerp verder willen ingaan, dan wil ik anders... Hier zijn een prachtige en een heel stille publiek. Dus ik wil me nu draaien tot jullie. En jullie mogen vragen stellen. Graag, we brengen de microfoon... Ik denk dat er iemand die een microfoon kan brengen. Ja, ik zie een hand achter. Als u ook uw naam wilt zeggen. En, ja. Ik ben Alida van der Veen. Ik vroeg me af, een vraag aan Selma Leidersdorf. Ik begreep dat Arthur Mietschman een psychoanalytische historiografie bedreef. En ziet u een verschil met uw mondelinge geschiedschrijving? En als je het vergelijkt met wat Susan Lejeune zei over de functie van de participerend, observerende antropoloog, die uiteindelijk zijn eigen verhaal samenstelt uit hetgeen wat hij... wat hij ontleent aan de interviews met anderen. Een soort van tegenoverdracht. Misschien ook iets wat Ischa Meijer deed in zijn interviews. Maar ik denk dat onderzoeksjournalistiek geschikt is voor het interviewen over een trauma. Over een traumatische geschiedenis. Maar misschien weer wel hoe mensen zich in het heden verhouden tot politieke vraagstukken met... als achtergrond dat trauma als een deel van hun identiteit. Arthur Mietschman deed psychohistory en hij deed iets wat ik absoluut niet doe. Hij legde psychoanalytische begrippen op grote maatschappelijke problemen. Ik ben erg beïnvloed door de psychoanalyse. Dat heeft te maken met mijn... samenwerking met Dori Laub, de psychoanalyticus uit Yale, en de manier waarop we de interviews lazen. En als we dan
of beluisterde. En als we dan zo'n interview beluisterd hadden, dan bleken we hele andere observaties te hebben over wat dat interview was. Nee, ik ben helemaal niet een psychoanalyticus. Heb ook die opleiding niet. Ik ken het begrippenapparaat. Ik heb veel gehad aan die samenwerking met Dorrie Laub. Participerende observatie is een andere tak van sport. Daar is veel over die verschillen geschreven. En ten eerste participerende observatie maakt geen gebruik van transcripten. Terwijl een van de kenmerken van oral history is dat je een transcript maakt en dat je dat transcript iedere keer opnieuw leest. En dat geldt eigenlijk ook voor een groot deel van de onderzoeksjournalistiek. Maar waarom ben ik zo vriendelijk over die onderzoeksjournalistiek? Omdat ik het vaak heel prachtig vind en ook vind dat er heel erg goed geïnterviewd is. En dat ik dus niet een soort scheiding wil maken van wij zijn oral historians en jullie zijn journalisten. Nee, we hebben gezamenlijk een belangstelling om de diepere lagen van het geheugen van de maatschappij te onderzoeken. En dan is nog een verschil met de participerende antropologie, is dat oral historians geïnteresseerd zijn in het verleden, in de herinnering. En daar maken niet veel participerende antropologen gebruik van. Is dat genoeg antwoord? Ik zag een andere hand ergens achter. Nee? Nou, by all means. Nou, ik werd heel erg getroffen inderdaad door jullie verhaal over dat je die stemmen los kreeg door je eigen verhaal te vertellen, waardoor de ander ook dat kon doen. Maar betekent dat ook niet dat je toch een soort beperking hebt? Als ik dat niet verteld had, was het een ander verhaal geworden, of had ik dat verhaal misschien niet gehoord. Dat het toch ook de beperking is van de mondelinge geschiedenis of oral history. Dat je, of moet je als je het bedrijft ook een soort eigen verhaal bij een geschiedenis hebben die je onderzoekt? Weet je, het is een heel uitzonderlijk geval, Riazan. In alle interviews met de vrouwen van Srebrenica heb ik eigenlijk heel weinig kans gehad om iets over mezelf te vertellen. Daar waren ze volstrekt niet in geïnteresseerd. Dus ik had wel kunnen gaan vertellen wie ik was en wat mijn achtergrond was en waarom ik dingen begreep over het trauma. Het had hen echt, ik had hen ook kunnen zeggen, het vriest in Nederland. Het interesseerde hen helemaal niet. Dus het is geen wet van mede en persen dat je altijd met je boeltje op tafel moet komen. Alleen in dit geval werkte het heel goed. Ja, maar dan terug naar de laatste opmerking. Je komt altijd op een bepaalde manier met je boeltje wel aan tafel. Je maakt wel een indruk. Je bent wel te plaatsen. Kijk, een groot deel van de interactie is niet verbaal. Nee, dat bedoel ik. De vrouw van Srebrenica zagen mij kijken terwijl ik hen interviewde. En begrepen dat ik heel erg mijn best deed om naar ze te luisteren. Heel erg betrokken was. Dus ja, die niet-verbale communicatie. En volgens sommige onderzoeken is dat 70% van het interview. Die is er altijd. Karwad, wilde jij nog een bijna laatste opmerking maken? Nee, maar dat dit, als we terugkomen naar het begin over wat voor infrastructuur leggen we aan, dat het inderdaad precies het betoog is dat het ontzettend, dat we echt geschiedenis weggooien als dat verdwijnt. En dat je ook de volgende generatie historici een enorm plezier zal doen om ook iets over de onderzoeker op te nemen in wat die wat deze interviews zijn. Laat ik als laatste zeggen, Selma, je hebt een enorm werk verricht met dit boek. Voor jullie allemaal, het leest als een trein, dus koop het, lees het. Het zijn richtlijnen,
richtlijnen voor iedereen die bezig is met of zelf oral history doen of geïnteresseerd is in hoe mensen hun eigen verhalen vertellen. Het is ook een boek die verteld is door iemand die decennia ervaring heeft en veel over nagedacht heeft. Je voelt, als je dit boek leest, alsof je in gesprek bent met Selma. Dus ik wil je feliciteren voor zo'n mooi werk. En ik weet nu dat je al 123 nieuwe lezers zult hebben voor het boek. En dan wou ik eigenlijk applaus geven voor Selma. Dank je.